Gezondheidsminister Amar Ramadan is voorstander van een referentielaboratorium in Suriname. Hij ging eerder deze week in op een aantal vraagstukken binnen zijn beleidsgebied voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman geeft aan dat een referentielaboratorium kostenbesparend en efficiënter kan fungeren binnen de gezondheidssector. Elk ziekenhuis heeft een laboratorium. Betekent dat elk ziekenhuis elke test moet kunnen doen? Nee, we moeten gaan kijken naar de ziektelast in het land. Als we weten dat leptospirose, bijvoorbeeld de ziekte van Weil, in een bepaalde mate voorkomt, dan kunnen we met z'n allen één laboratorium aanwijzen als een referentielaboratorium. Daar gaan alle resources voor de leptospirose. Het is een stukje organisatie, zo werkt het ook in Nederland. Je kunt ook gaan kijken, er zijn referentielaboratoria. Er zijn algemene laboratoria, maar er zijn ook referentielaboratoria. Het brengt enorm veel winst voor de organisatie, omdat je het geld er veel efficiënter in stopt. Maar als elk lab nu dure reagens moet gaan kopen voor één test per maand, of twee testen per maand, terwijl je feitelijk over het hele land misschien 50 testen doet per maand, kan je dat ook in één lab organiseren in het land. De minister zegt dat de ziekenhuisraad over de mogelijkheid van een referentielaboratorium moet brainstormen. Het ministerie zal zo een lab coördineren met labdeskundigen en de ziekenhuisraad. Dat zijn ideeën die gaandeweg, wanneer je in een periode bent van schaarste en nood, dan ga je ideeën ontwikkelen. Yes, dan ga je ideeën ook ontwikkelen langzaam van hoe kan ik op middellange termijn, lange termijn, werken naar een stukje efficiëntie binnen die zorg. Dus wanneer je praat over referentielaboratoria, dan moet je dat gaan organiseren. Dat is één belangrijk punt. U weet, dat probleem met de diagensia is een groot probleem. Maar als elk ziekenhuis, elk klein lab alles wil doen, dan ga je ook echt alles moeten investeren. Dus doe wat je goed, waar je goed in bent. Dat is eigenlijk de opdracht, de instructie die ik heb gegeven aan de ziekenhuisraad. Doe wat iets en ontwikkel afdelingen waar je goed in bent en laat de rest over aan andere ziekenhuizen. Ramadan vindt dat de belanghebbende organisaties wel bereid moeten zijn om te werken aan de totstandkoming van zo'n referentielaboratorium.